Ajax heeft zondag de topper tegen Aas gewonnen. De Amsterdammers zegen vierden in Alkmaar knap met 1-2. Ajax kwam in de 25ste minuut nog wel op een 1-0 achterstand door een benutte strafschop van Ali Reza Jahambakke, maar doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar in de 43 e minuut en Lasje Schone in de 51ste minuut uit eveneens een penalty bezorgden de recordkampioen alsnog de winst. Aas beëindigde de wedstrijd met 10 man na een rode kaart, twee keer geel. In de 86e minuut voor rechtsbek Jonas Vesson. Door de zegen verkleinde Ajax het gat met koploper PSV weer tot 5 punten. De Eindhovenaren zetten zaterdag al in eigen huis Ado Den Haag eenvoudig met 3-0 opzij. Aze blijft nog altijd wel de nummer 3 op de rangenlijst. Maar de ookmerders zagen de achterstand op PSV oplopen tot 8 punten. Aze en Ajax maakten er een boeiend schouwspel van. Beide ploegen schroomden in balbezit met veel man ten aanval tegenaan waardoor er veel gebeurde voor beide doelen. Ajax was in de veertiende minuut als eerste dicht bij een doelpunt. Na een slim pasje van Hakim Ziyech legde David Neres de bal panklaar op het hoofd van Donny van der Beek, maar de middenvelder zag zijn inzet van de doellijn gehaald worden door Pantelis Hatzidiakos, die luttele seconden later ook hun telaar van scoren hield. Aas nam daarna het initiatief en had zelf in de 22e minuut op voorsprong kunnen komen. Wat Weghorst zette Mats Seuntjens alleen voor doelman André Onel na, maar de link schoot vanuit een moeilijke hoek hoog over. De 1-0 voor Aas kwam er drie minuten later rechter alsnog. Een hoekschop van minus belandde op de arm van DIO-vijze Josef waarna scheidsrechter Danny Makkeli niets anders kon dan naar de penalty's te wijzen. Jahan Baks liet toen al na vanaf 11 meter het een hard en hoog schot volslagen kansloos. Ajax was even van slag en mocht in de 36e minuut van geluk spreken dat Weghorst verzuimde de 2-0 te maken. De spits had de bal na leggen van Seuntjes voor het inschieten. Maar hij stuitte van dichtbij op de benen van de vliegensvlug uit zijn doorgekomen Onana, die ook een antwoord had op de rebound van Weghorst. Ajax profiteerde in de 43 e minuut optimaal van die misser. Neres stuurde op fraaie wijze hem te laar de diept in en de vervanger van de gepasseerde Kasper Dolberg verschalkte keeper Marco Bisso met een subtiele voetbeweging. 1-1. Het gaf de bezoekers een zichtbare boost. De equipe van trainer Marcel Keizer voetbalde in de tweede helft een stuk makkelijker en dat resulteerde al snel in de 1-2. Huntelaar ging gemakkelijk naar de grond in duel met Hatsidiakos. Makli gaf Okayaks een penalty. Die door schone benut werd. De Deen stuurde Bizot de verkeerde hoek in. Dit keer was het aas dat even de moed bij elkaar moest trapen en de thuisclub had alle geluk dat Ajax het naliep om verder uit te lopen. Huntelaar valde in de 76e minuut oog in oog met Bizot en in de 83e minuut vond ook Justine Kluivert de keeper op zijn weg. Aas drong in de absolute slotfase nog wel aan. Fred Frida liet op onverklaarbare wijze een levensgrote kant liggen. Met een man minder maakte Aas nog bijna gelijk. Maar de mee naar voren gekomen doelman Bizok op de in blessure tijd over overuit een hoekschop. Daardoor bleef het bij 1-2 voor Ajax en doen de hoofdstelingen nog volop mee om de titel in de eredivisie.